Wil je wel even kijken? Ja, ik wel. Het is allemaal een paar minuten duur. Ja, wat. Het is we're on TV within a couple of minutes. Oh, let's watch. Oh, we can see it. Okay. Get to watch ourselves in the news now. Oh, hier. Here we are. Master Milo 82, dat is gewoon mannen uit Alphen, die stunts uithalen met oude auto's. Veel trucs keek ze af van een man die hier inmiddels rijk mee is geworden. David Rock uit Canada. Hij is een paar dagen in Nederland en hij is nieuwsgierig naar die mannen uit Alphen. Oh, ik doe mijn nek ook gekleurd. Ik denk dat we het beter maken. Je ziet al, ja, je teur ligt nou los. Dus je hebt een waterplatje, dat hebben we al vastgeknoopt. En zorgen dat het niet naar beneden zou vallen. Tja, deze wagen wordt dan ook niet echt gebruikt voor een woon-werkverkeer. En dus gaat er wel eens iets stuk. Op het eerste gezicht geloof je niet echt dat dit nog gaat. Maar bijna alle wrakken die Emiel, Thijs en hun vrienden aanraken, krijgen ze toch weer aan de praat. Dat komt vooral door hun jarenlange ervaring in het opknappen van auto's voor autocrosswedstrijden. We hadden toch allemaal auto's staan die we eigenlijk hadden voorbestemd voor, ja, om kapot te rijden. En zodoende, dus we besloten om daar iets anders mee te maken. En daar zijn die andere auto's uit ontstaan. En we hebben zelf veel plezier van om die auto's te bouwen. En te slopen. Ik ben vooruit verloren. Dat is wel fijn, want dan hoef ik ook niet meer schoon te maken. Maar de mannen uit Alphen zijn niet de enige met deze hobby. David Rock is er inmiddels wereldberoemd en rijk mee geworden. Hij is speciaal uit Canada gekomen om de mensen van Master Milo 82 te ontmoeten. Hij begon al in de jaren 90 met filmpjes maken over onder meer stuntwagens. Maar ja, zonder YouTube keken er alleen maar vrienden en familie naar. Some of my videos. Zijn de tijden veranderd. Now I get between 2 million to 7 million views per month. Last year I made $100,000 on YouTube. I was the highest paid Canadian on YouTube. Ik denk dat nu het best bekeken filmpje zat er ook al wel dik over de 100.000 keer. Yeah. Ja, goed, het is een leuke bijkomst. Ach ja, je weet het nooit, hè, met internet. Ja, was het er een met veren of wordt het er een met... Als kamerleden en andere genomen voor de troonleden. Look, David. Oh, nice kitty. Nice pussy you have there. I'll send you some catnip. I will send you some catnip. I grow catnip on my farm. Apart, gezond. Nou, dat moet jij zelf ook gezond. Okay, you're all famous now. Autographs. We did that 2 days ago. We did autographs. Remember? No, Sunday, yesterday. You want an autograph? Oh, you? Oh, I want your autograph. Do you want my autograph? Oh yeah. Okay. Already. Can I have your autograph? Okay. Okay.